Voorzitter, ik zou u eerst willen vragen om deze statistiek onder de leden te verspreiden. En meneer Wilders, nu ik eindelijk de kans heb, wend ik me ook rechtstreeks tot u. Tot nu toe kennen wij u als een onheilsprofeet die stelselmatig waarschuwt tegen de islamisering. Fitna is zelfs de laatste waarschuwing voor het Westen, alsof het de dag daarna kikkers zou gaan regenen. In uw profetie zijn islam en terreur een en dezelfde. De islam is geen godsdienst. Het zo te noemen vindt u zelfs levensgevaarlijk, maar een gewelddadige politieke ideologie. Deze uitleg van de islam heeft u gemeen met autoritaire regimes zoals Iran en Saoedi-Arabië en terreurbewegingen zoals Al-Qaeda. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat op een van de grootste internationale jihadistische internetsites uw film werd bejubeld als steun voor de jihad. In uw bezeten voorspelling dat islam en terreur een en dezelfde zijn en elke gelovige daarmee een fascist is en een potentiële terrorist, veroordeelt u alle moslims. Het meest stuitende moment in Fitna is de kaarsrechte lijn die u trekt tussen de aanwezige moslims in Nederland en de toekomst die ons wacht van opgehangen homo's, gestenigde en besneden vrouwen. En ik neem het u kwalijk dat u opzettelijk de daling van het aantal moslims in Nederland in 2006 achterwege laat. Om de angst voor moslims zo groot mogelijk te maken. En ook nu, zo even in debat, strooide u weer met cijfers die niet kloppen. De reële schatting van het CBS, waarop u zich ook baseert, is dat in 2050 ten hoogste 8% van onze bevolking moslim is. En de werkelijke statistieken heb ik inmiddels verspreid. Ik hoop dat die rondgedeeld zijn. Door het causale verband tussen aantallen moslims en geweld en onderdrukking maakt u elke moslim die gewoon in Allah gelooft en de Koran leest medeplichtig aan geweld. En dat is ongelooflijk grievend en unfair. En het maakt ook uw opmerking hypocriet dat het probleem de islam is en niet de moslims. Want behalve dat de PVV de partij tot nu toe is voor uw vrije meningsuiting, is het vooral de partij van de 10 verboden voor moslims.